Amsterdam ondervindt op verschillende plaatsen in de stad veel hinder van verwilderde duiven, die zich overigens zeer rustig gedragen en vaak urenlang op een dakrand zitten te niksen. Het zal daarom enige verbazing wekken als men ziet dat ondanks de overlast een gemeenteambtenaar de dieren op gezette tijden komt voeren. Maar daar zit hem nou precies de truc. Want er is iets met die mais wat u en ik niet kunnen zien en die duiven ook niet. De mais is namelijk geïmpregneerd met een sterielmakend preparaat dat naar men hoopt de duiven onvruchtbaar zal maken. Een soort pil voor duiven dus, gratis ter beschikking gesteld door de NVSH, de Nederlandse Vereniging voor Sierduivenhervorming. Op deze wijze moet aan de bevolkingsexplosie op de Dam en elders in de stad een halt worden toegeroepen. Over een maand of vijf zal men kunnen vaststellen of het experiment succes heeft gehad. Maar intussen blijven de toeristen de beesten volproppen met voer, waar ze juist zo vruchtbaar van worden.